Vincent van den Berg, een nieuwe seizoen Excelsior Maassluis alweer voor de deur. Hoeveel is het eigenlijk ondertussen van jou? Dit wordt elfde seizoen voor Excelsior Maassluis in het eerste elftal. En daarvoor nog 7 jaar in de jeugd. Dus eigenlijk seizoen nummer 18 alweer. En is er deze zomer veel veranderd bij jullie? Nee, eigenlijk niet. Zeker als je kijkt naar de selectie. Dan is eigenlijk niet veel veranderd. Mieder van Ewijk heeft natuurlijk recent zijn debuut gemaakt bij ADO Den Haag. Die is weg. En dan Tobias Kleijweg heeft een stap gemaakt naar Excelsior Rotterdam. Die is weg. Daarvoor hebben wij gewoon goede vervangers gehaald. Of die waren al aanwezig bij de club. Dus eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Je begint er eigenlijk zelf al over. Hoe vind je dat? Twee van de jongens naar het betaald voetbal. Tobias helaas nog even geblesseerd aan de kant ook. Maar die andere jongen gewoon bij ADO in de basis. Wat zegt dat over Excelsior Maassluis? Ja, heel leuk natuurlijk sowieso voor hem persoonlijk. En ik denk dat het heel veel zegt over Excelsior Maassluis. Dat het gat tussen het amateurvoetbal, voor zover je er nog over kan praten, en het profvoetbal gewoon steeds kleiner wordt. Natuurlijk, Milan is wel echt een exceptioneel talent. Hè? Zeker als je ziet wat voor ontwikkeling hij hier al heeft doorgemaakt. Ik denk dat hij hier eigenlijk tot nu toe de grootste stap heeft gezet. Maar nu wordt het voor de buitenwacht ook zichtbaar hoe goed hij eigenlijk is. Hoe is het met jezelf eigenlijk? Ja, goed. Goed. Ik zit er lekker in. Vorig jaar seizoen, goed seizoen gedraaid. Eigenlijk van positie veranderd. Vanaf links of rechts buiten naar centraal in de spits gegaan. En het systeem wat wij spelen bevalt me gewoon ontzettend goed. En ik heb er eigenlijk weer heel veel zin in. Dus. Is die keuze dan toch eigenlijk gemaakt dat je in de loop van de tijd toch iets minder meters moet maken dan? Wellicht. Ik heb in het verleden ook wel vaak centraal in de spits gespeeld. En ik denk dat de reden eigenlijk is geweest dat Kevin Vink is natuurlijk gestopt. Vorig jaar. Aan het begin van 2 jaar geleden, eigenlijk aan het eindseizoen, is hij gestopt. Dus vorig jaar was het eerste jaar zonder Kevin. En ja, dan zochten ze toch naar een alternatief daarvoor. En we hebben het eerst met wat andere mensen geprobeerd, totdat ik daar terecht kwam. Vorig jaar word je natuurlijk tweede, wel wat groter gat met AFC. Ja. Wat zijn de kansen dit jaar, denk je? Als je tweede wordt, dan zou je zeggen van nee, je moet altijd ambitieus zijn en het hoogste nastreven. Ik denk dat het voor dit jaar een goed doel is om daar weer naartoe te groeien en richting een top 5 klassering te gaan. Ik denk dat als we naar onszelf kijken dat dat realistisch is en dat het ook haalbaar moet zijn. Alleen ja, je hebt altijd te maken met andere clubs. Die hebben wel het geld om dusdanige versterking te halen, bijvoorbeeld uit het betaalde voetbal. En dat heeft Excelsior Maassluis gewoon niet. Het voordeel is wel dat wij ons elftal nagenoeg intact is gebleven op die twee jongens na. En dat we weinig mutaties hebben in de selectie. En dat is natuurlijk ons voordeel dat we nu al een ingespeeld elftal hebben ten opzichte van die anderen. Tot slot, op Radio Rijnmond een tijdje geen amateurvoetbal gehad, weet je misschien. We gaan samen met Omroep West weer een samenwerkingsverband aan een paar wedstrijden doen. Hoe is dat voor jullie om gewoon weer live op de radio te komen? Ja, leuk. Ja, leuk. Sowieso is de media-aandacht de laatste jaren natuurlijk een stuk beter geworden. Uitzendingen op tv, het radioverslag, dat hoor je nogal vaak van mensen van ik heb je op de radio gehoord. Dat miste je afgelopen jaar of jaren zelfs. Dus dat is alleen maar leuk en positief voor de vereniging. Dus hartstikke leuk.